Je hebt je een beetje ingeleefd in wie Herman Hufton was. Hij was 34 jaar was hij raadslid in Almelo. Hij zat meer in de stad bij het volk en in de wijken bij het volk als in de raadzaal. Ja, kijk, en dat is ook in mijn werk vaak, is dat de rode draad. Hè, van kom die ambtelijke torens uit, kom dat gemeentehuis uit, kom van je bureau. En ga gewoon die wijken in. Ga mensen praten en ga niet vragen waar heb jij recht op. Ga vragen wat denk je nou nodig te hebben. Hoe kan ik jou helpen om echt je leven weer op de rit te krijgen? Hoe kan ik jou helpen om je veilig te voeren in je buurt? Maar ik denk dat dat de rode draad moet zijn. Dat we terug een politiek van nabijheid moeten gaan voeren. Waarbij we laten zien dat we echt hartstikke ons best doen om de mensen te begrijpen. En hartstikke ons best doen om hun problemen tot ons te nemen. En daar op een goede manier oplossingen voor te bedenken. En dat is ook de focus waarop jij werkt. Ja, dat is zeker de focus van mijn werk. En kijk, ik heb het zelf gezien wat het doet, dat als je in die ambtelijke torens werkt of in zo'n gemeentehuis werkt en je komt niet bij de mensen, dan zie je niets. Dan krijg je papieren realiteit mee en dan ga je vanuit je eigen wereldbeeld oplossingen bedenken. En dat zijn dan vaak niet de goede oplossingen. Dat zijn vaak morele oplossingen waarbij we zeggen je moet vooral erg op ons gaan wijken. Maar het is ook de context waar mensen nu leven. Kijk naar bijvoorbeeld een achterstandswijk. Het is ook die context die natuurlijk gedrag bepaalt. En als wij de context niet meenemen, ja, dan zullen we het gedrag niet begrijpen. En dan zullen we altijd foute oplossingen bedenken. Je hebt je verdiept in de mens in kwetsbare situaties. Ja, dat is meestal denk ik de kern van mijn werk. Kijk, en wat je dan ziet is dat vaak mensen zijn die de hoop hebben verloren. Die gewoon de hoop hebben verloren om hun situatie nog te verbeteren. En ik denk dat het net aan ons moet zijn, zeker de sociaaldemocraten, zeker de mensen in positie. Wij moeten hoop bieden. En daar hebben we allemaal een rol in te spelen. Dat is niet een simpel verhaal van een beetje meer of minder geld. Dat is een verhaal van gezien worden, van gehoord worden en van tonen aan mensen dat ze er mogen zijn. Je bent je verhaal begonnen met Herman Hufton, met de overval in de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw waar jij vandaag slaapt. Dat is de oud-gevangenis van Almelo. Ja, dat had ik begrepen. En dat betekent dat hij daar in die oud-gevangenis van Almelo verschillende keren met die knokploeg binnen is geweest om daar kornuiten te bevrijden. Ja, kijk, ja, mega historische plek natuurlijk. Je ziet en je voelt dat ook echt wel aan het gebouw, moet ik zeggen. Toen ik daar binnenkwam voor het eerst, dacht ik, nou, dit, ja, het ademt historie. Maar als je dat dan inderdaad koppelt aan dat tref dat Herman toonde. En dat over de schreef gaat, alles voor mensen te helpen. Nou, dat moeten we misschien wat meer hebben. Terug meer lef hebben. Terug meer gewoon als sociaaldemocraten ook. Gewoon terug met de borst vooruit. Wij gaan het hier fixen. En als er weerstand op komt, raad me komen. We overwinnen dat met snel. Even over jouw boek. Belederende broccoli. Wat kan je daarover vertellen? Nou, ik denk vooral dat de kern is gewoon van, als we nou kijken naar armoedebeleid, dan doen we interventies om mensen te helpen. Die zijn heel vaak gericht op individuele leefstijl, eigen gedrag. Eet wat gezonder. Maar ja, het is niet omdat je meer broccoli eet dat je armoede verdampt. Die twee hebben niks met elkaar te maken. Als we de armoede niet aanpakken, dan zullen we ook de gezondheid niet aanpakken. Zullen de gezondheidsverschil tussen arm en rijk heel groot worden. En dat is gewoon evident onrechtvaardig. Dat moeten we met z'n allen niet willen. Jij bent voorzitter van de Jardy Beckman Stichting. Is dat leuk of is dat moeilijk? Dat is een heel leuke job. Het is een heel eervolle job natuurlijk. Ook als je kijkt naar toch een illustre rijtje van voorgangers. Kijk, je ziet ook wel, natuurlijk, je hebt een bepaalde positie binnen die partij. En vanuit die positie probeer ik dit verhaal natuurlijk ook gewoon naar voren te brengen. Van, we moeten terug dichter bij de mensen, we moeten echt goed gaan luisteren naar de mensen. We moeten mensen niet gaan wegzetten alsof ze het allemaal zelf niet begrijpen. Maar gewoon zeker, en ik zie dat het ook gebeurt. Ik zie echt wel in veel steden, in veel dorpen, dat PvdA echt wel terug probeert naar die mensen te gaan. Dat ook kamerleden dat doen. Maar dit is een beweging die we even zullen moeten volhouden met snel. Jij bent een fantastisch pleitbezorger voor die mensen. Heb je het idee dat je daarin slaagt? Ik heb het idee dat er wel boodschappen terechtkomen aan tafels waar ze terecht moeten komen. Dat merk ik natuurlijk ook bij uitnodigingen als deze. Ik bedoel, blijkbaar heeft iemand die mijn betoog ook het leven van Herman gekend of de strijd van Herman gekend. Dus blijkbaar valt het op. Ook het succes van het boek natuurlijk, al is dat heel cynisch dat zo'n boek succes moet hebben. Maar het is gewoon een strijd die we moeten blijven voeren. En het is een verhaal dat honderden keren verteld moet worden.